In de tweede klasse heeft Antwerp de derde periode ingezet met een 3-2-overwinning tegen de laatste in de stand, Doornik. Veel overschot had de Greathold niet, maar het was wel nog eens een ouderwetse King Darko-avond op de Bosuil. We beginnen met het slechte nieuws. Antwerp slikt nog steeds doelpunten op stilstaande fases. De 0-1 in de 19e minuut komt van het hoofd van Michael Niswaze na een Doornikse vrije trap. Antwerp raakt niet van zijn oudzeer af. Je merkt weer dat we toch heel kwetsbaar zijn op die stilstaande fase, waar we toch veel mee bezig zijn geweest de laatste dagen. En dan toch pak je weer een doelpunt op stilstaande fase. Dus dat kan dodelijk zijn. De tweede goal van de hekkensluiter komt er na slecht uitvoetballen van de Antwerp defensie. Saoudi komt in balbezit en trapt de 1-2 voorbij Kaya. En dan het goede nieuws. Antwerp maakt twee keer de gelijkmaker. Twee keer komt hij van Darko Pivaljevic, die na 3,5 maand nog eens in de Antwerpbasis staat. Zijn kopbal na een half uur op de krul van de Vriese is de mooiste van de 5 goals die we op de Bosuil geserveerd krijgen. Pivaljevic goal nummer 2 komt er na opnieuw een vrije trap van de Vriese. Vogels claimt eerste goal. King Darko zorgt voor zekerheid. It was important, yeah. We're working hard, really. We get a little bit, how I can say, stupid goals, you know. It's every week the same, you know. It's difficult to, but okay, that's also one kind of power, you know, that you come back to that, you know. That we don't give up, we just go on. Dat is niet mijn keuze, dat is de keuze van de speler. Dus dan bedoel ik, Van Darko heeft gewoon heel scherp getraind. De laatste weken was het invallen. Eén keer heel goed, de andere keer iets minder. Maar goed, en vandaag was het ook een veld dat typisch voor Darko was. Nog beter nieuws voor Antwerpen, kan ook gescoord worden na stilstaande fases. Op dit gladde veld is het trouwens zo goed als onmogelijk om op een andere manier gevaar te creëren. In this field you cannot play, you only can fight. De 2-2 bij rust is zeker niet voldoende tegen de laatste in de stand. Medio tweede helft haalt Bart erover, Kevin Oor is naar de kant. En al klinkt een deel van het Antwerp publiek bij het invallen van Kloeftsis niet lovend, de spits zal zijn criticasters in de slotfase de mond snoeren. Het is trouwens een centrumspits die vorig jaar altijd de nodige doelpunten heeft gescoord bij andere ploegen. Is nu een van onze spelers. Dus iedereen krijgt bij mij, althans naar lang de trainingen en de wedstrijden, evenveel kansen. Het beste nieuws van de avond heeft u nog te goed. Stavros Gloeftsis scoort de winning goal, al is er even protest van Doornik of de bal over de lijn is gegaan. Maar de grensrechter is overtuigd van de Antwerp goal. I was really close to the line, you know, and to that ball, 2 meters. It was really 30 centimeters over the line, for sure. And they were just angry, I don't know, without reason. Slecht nieuws voor Doornik, dat met nog slechter nieuws eindigt. Zowel Ben Daoud als Barul krijgen rood. Ben Daoud zijn tweede geel, Barul spuwt buiten uw beeld in het gezicht van de Vriese. De grensrechter heeft het gezien en Barul kan gaan. Een moeizame zege voor Antwerp, maar wel verdiend.